Op een zeer regenachtig sportcomplex Zoudenbalg speelde FC Utrecht vanmiddag een besloten oefenduel tegen NEC. De huidig nummer 6 van de keukenkampioen-divisie. En al na 7 minuten komt Sean Kleiber hier goed door. Die zoekt naar Jean-Christophe Baaijbek. Die kapt op zijn beurt Thierry Lachtizanis uit. De Fransman met de geplaatste bal. En zo staat Utrecht na 7 minuten op een 1-0 voorsprong. Jean-Christophe Baaijbek met zijn doelpunt. In een openingsfase die zeer sterk verloopt voor FC Utrecht. Want dit is amper 10 minuten later Bart Ramselaar. Die steekt Baaijbek weg. Eerder probeerde hij het met rechts, nu met links. Een redding van de doelman, Job Schuurman. Maar Baaijbek krijgt de bal terug. En daar zit een eigen goal van Soufiane El Karouani. Niet de mooiste manier voor FC Utrecht om de marge te verdubbelen. En dan helemaal vervelend voor deze bek om zijn eigen doelman te passeren. Maar wel de realiteit. Dan Vaslav Černý met een afstandsschot. Van buiten de 16 passeert hij dus Schuurman. En dan hebben we amper 18 minuten gespeeld in Utrecht. Creëert NEC, de huidige nummer 6 van de keukenkampioendivisie, 1 punt meer dan Jong Utrecht, dan helemaal niets. Nou ja, hier wel een afstandsschot. Dat belandt op de paal. En dus wat geluk voor deze Joey Houweling, de man die vandaag onder de lat stond bij FC Utrecht. Een afstandsschot, rakelings langs de kruising van deze Baaijbek. Het laatste wapenfeit van de eerste helft. En dan het tweede bedrijf met deze Randy Wolters achter de bal. Die heeft natuurlijk een verleden bij FC Utrecht. Zijn vrije trap wordt uiteindelijk binnengewerkt, verlengd hoe je het wil noemen, door Ayman Selouf. Ziet ook deze Cas Ottendal, heeft ook een verleden bij FC Utrecht. Maar dat betekende niet echt de aansluitingstreffer, want hier is het alweer 4-1. Corner was van Vaslav Černý, binnengekopt door Tommy Santiago. Een ontspannen sfeertje in het veld en dat was niet anders op de bank. En in de eindfase van de wedstrijd gaan twee invallers nog op zoek naar meer. En dat komt er ook, want Patrick Joosten vindt Girano Kerk. En op deze fraaie wijze wordt het duel beslist. Utrecht wint met 5-1 van NEC. Ziet onder andere Sander van der Streek terugkeren van blessureleed. En extra speelminuten voor Jean-Christophe Baaijbek. Ik had een trap op mijn kuit gehad. En ik dacht eigenlijk van nou dat het wel mee zou vallen. Dus dat ik binnen een weekje weer terug zou zijn. Alleen het vocht en de bloeduitstorting wilde maar niet afzwakken. Waardoor het eigenlijk niet verantwoord was om eerder te gaan spelen. I can play a little bit more, but I talk with the trainer, with the staff medical. I think 45 minutes is good for me today. And step by step, I'm feel fit, you know. I'm feel good. I'm back a little bit in my mind. It's good for myself. And nou, ik heb nu 60 minuten gespeeld. Ik train vanaf, denk zaterdag alweer volledig mee met de groep. Dus ja, eigenlijk de komende weken, of tenminste dit weekend is er dan helaas geen voetbal, maar die week erop ben ik er gewoon weer volledig bij. We play against FC Emmen next week, Saturday. We do the reaction because we lose the two last game, one at home and one away. And I think against FC Emmen is the big the day for the team. Ja, ik sta wel weer echt te popelen om wedstrijden te spelen en daar leef je als voetballer wel voor. Dus ik wil eigenlijk zo snel mogelijk weer een wedstrijd spelen. You saw some guy is back. I'm back also with Sander van der Streek. He's back after 3 weeks because he has the little injury. And now we have the lot of good players, you know. We have the lot of good players for this season. And I think it's a good season for FC Utrecht.